Dus, er zijn drie dingen dat ik denk van, nou, lekker dan. Hi, in deze video wil ik het met je hebben over wat make-up met je doet, wat voor gevoel het geeft, maar ook wat kleur met je doet. Wat voor gevoel kleur je kan geven. Nou, ik heb vandaag een dikke buisspijn gekregen. Dus ja, daar word je niet vrolijk van. Ik heb vandaag zwart aan, daar word ik ook niet per se heel vrolijk van. En het regent vandaag. Dus als ik naar buiten word, word ik ook niet per se heel vrolijk. Dus, er zijn drie dingen dat ik denk van, nou, lekker dan. En dus ik ga zorgen dat het gevoel verandert. Nou, allereerst moet ik natuurlijk lekker te make-uppen. Zodat ik wat verzorgder uitzie, dan voel ik me ook wel beter. Dus ik ga zorgen dat mijn huid iets rustiger wordt. Ik heb vandaag geen wilde plannen, dus ik ga niet per se ergens heen. Oh ja, naar de buren. Dat is het enige wat ik vandaag ga doen. Maar goed, ik wil er toch gewoon lekker verzorgd uitzien. En weer lekker vrolijk worden door kleur. Nou, hiermee werk ik het rood een beetje weg. Voordat mijn huid er iets rustiger, iets verzorgder uitziet. En met de foundation ga ik het nu lekker egaliseren. Zo, mijn huid is al lekker wat egaler geworden en ik ga nu een blush op doen. Zodat ik gewoon lekker stralend uit ga zien. Nou, als het te veel is, dan doe je gewoon even de foundation pas zo. En ik ga mijn wenkbrauwen doen. En ik ga nog een beetje highlight doen. En met de wenkbrauwpoeder die ik net gebruikt heb, ga ik ook nog een beetje eyeliner aanzetten. Gewoon een heel klein beetje. Het is vandaag ook niet een over de topdag of zo. Het gaat mij echt om de kleur vandaag. Je kan natuurlijk ook nog een lekkere kleur oogschaduw opdoen. En natuurlijk nog mascara. Ah, had ik die gelaten. Mascara, ja. En dan gaan we natuurlijk zo meteen een lekker kleurtje op de lip doen. Ik heb hier de Pink Jewel, echt een super toffe kleur. En die is lekker knal. Daar word ik lekker vrolijk van. En je krijgt de witte tanden van. En hij is super zacht voor je lippen. Onze lipgloss die is echt 100% natuurlijk. En het hoofdingrediënt is wonderolie. Het is zo goed voor je lippen. Ik word hier al heel vrolijk van. De basis is al vrolijker dan net en verzorgder, dus ik voel me nu al beter. En nou, sowieso voor degenen die echt van zwart houden of die dat veilig vinden. Wat je nu bijvoorbeeld kan doen is gewoon lekker een knalkleur sjaal. Dus ik hou gewoon zwart aan en ik doe lekker een vrolijke kleur sjaal. Bijvoorbeeld. Kijk, dat ziet er toch al fleuriger uit. Dus heb ik wel gewoon lekker mijn zwart, mijn veilige zwart aan. En dus nu kan je het al gewoon, ja, voel ik me al beter, vrolijker. Maar ik ben zelf natuurlijk echt van de kleur. En ik heb ook wel eens, ja, eigenlijk best vaak zwart aan, ook als ik afspraken heb en zo. Maar goed, ik hou ook heel erg van kleur. En in de winter draag ik ook iets meer zwart dan in de zomer. En hieronder heb ik nog meer kleur. Kijk. Ik weet niet of je het een klein beetje ziet op de video. Oh, ik heb hier nog een plekje, zie je dat? Ik heb nu lekker veel kleur aan en op en ik voel me nu echt gelijk een stuk vrolijker. En John, mijn man, die ziet dat heel vaak, die zegt, nee, je straalt meer. Maar dat komt echt gewoon soms puur omdat ik meer kleur op mijn gezicht heb gedaan en meer kleur heb aangetrokken. Dus het kan echt een mega verschil zijn. Nou, ik hoop dat je wat hebt gehad aan deze tip en ik zeg, gebruik lekker veel kleur vandaag en tot heel snel. Doei!